inzien, hè? Godverdomme! En die commentaar, jij gedraagt je toch in de klas? Ja, meestal wel, ja. Daar verschiet ik nu van. Gaan we verder halen. Weer al. Niet zagen, ga nu weg, oké? Okay? Want ga ik mijn voeten uit. Ik ben niet in mijn kind. Allee al. Hier. Maar. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Vandaag gaan we het hebben over de vier verschillende soorten ouders. Die vier soorten staan in dit boek. Ja, dit boek. Dat soort psychologie-achtige shit dat wij op school krijgen. Daar ga ik dus de vier verschillende van uithalen. Ik hoop niet dat YouTube ze al hebben gedaan. Want I wanna be original. Maar ja, dat is redelijk moeilijk. Want ik weet dat mensen al soort video's hebben gemaakt van wat ouders allemaal doen en zeggen en zo. Maar ik probeer het dus iets anders aan te pakken. Dit is ook mijn eerste skit video. Dus als je hem leuk vindt, like hem dan zeker al. Als je merkt dat mijn stem een beetje fucked up is, dat is wel zo. Ik ben gisteren naar de dokter geweest en je zegt van ja, ik kan beter thuis blijven. Want je hebt toch wel een erge keelontsteking. En ja, ik moet ook de hele tijd hoesten en zo. Ik voel mij ook veel moer dan normaal. Moer. Ik heb altijd kriebel in mijn keel. Dus ja, als ik in de klas zit, moet ik altijd hoesten. Ja, dat trekt op niet in de zak. Dus ja. Ik film nu mee met de Canon G7X. Ja, logisch als ik die niet heb gekocht. Maar ik hoop dat de kwaliteit nu op en top is. Beter dan ooit op deze kanaal. Dat is op zeker op mij, want nu heb ik eindelijk ook kwaliteit video's zoals al die famous YouTubers. Waarschijnlijk ga ik nooit famous worden, maar dat boeit mij niet. Ik vind het gewoon echt leuk om video's te maken, ook al praat ik tegen een camera terwijl ik alleen thuis ben. Nummer 1. De autoritaire ouders. Autoritaire ouders zijn streng, ze straffen vaak en ze dulden geen tegenspraak. Hun wil is wit. Vroeger waren mijn ouders ook redelijk streng. Zo rond mijn 15, 16. Ik mocht toen eigenlijk ook niet veel. Ik mocht toen eigenlijk ook nog niet gaan feesten. Ik ben pas, ja, ik ga feesten op mijn 17 pas. Op mijn 16 ben ik ook naar een paar feestjes gegaan, maar dat was dan niet zo. Wauw. Nu zijn mijn ouders daar veel losser in naar feestjes. Ik ga nu bijna naar elk feestje. Maar die weten ook dat ik niet snel zat word. Ik drink natuurlijk wel. Soms ben ik een beetje tipsy, maar ik ga nooit te ver, snap je? Dat heb je ook al in mijn video's gezien. Gaan we naar deze video van YouTubers mogen niet zat worden of zoiets. Maar kijk eens deze video. Want deze is nieuw hoor. De toneelstukjes zijn misschien soms een beetje overdreven. Maar ja, als je zo'n ouders hebt, dan moet je vooral niet beledigend oppakken. Ik maak deze video voor jullie en om voor te lachen. Mama, ik heb mijn rapport gekregen. Laat mij eens kijken. Een 8? Een 8 voor wiskunde, jij meent dat? Ja, sorry. Jij meent dat, jij kunt veel beter. Hoe gaat jij ooit dokter worden? Ja, sorry mama. Nee, allee. Wetenschappen! Een 9! Jij moet een 10 halen daarop, hè? Wat is dat nu? Dat is. Je gaat nooit dokter kunnen worden, hè? Maar, jawel, mama. Je mocht een maand niet buiten tot het volgende rapport. En ik wil 10 zien, hè? 10, hè? Of een 9,5, dat is ook nog goed. Maar een 8? Oh, nu had ik echt wel wat beter van u verwacht. Naar de kamer! Ah, ga leren! Oké. Okay. Tot. Geen tegenspraak, hè? Ga naar de kamer. Mijn wil is wit. Ga nu naar je kamer en ik wil het niet meer horen. Je komt voor het avondeten en je gaat een heel tijd leren. Hè? Totdat ik een 10 zie, hè? Godverdomme. Nummer 2. De ondersteunende ouders. Deze ouders zijn eigenlijk ook wel redelijk streng, zoals de autoritaire ouders. Maar ze zijn ook liefdevol en ondersteunend. Ze helpen u dus wel graag. Maar ze zijn ook wel redelijk streng. Ik denk dat ik zo'n ouders heb. Mama, ik heb mijn rapport gekregen. We zullen eens zien, hè? Ja. Zeg maar, ik wil niet dat je onder het klasgemiddelde zet, hè. Je moet echt wel boven dat klasgemiddelde zetten, hè. Ja, ik zal proberen. Allee, de klas heeft een 8 en jij een 7. Nee, dat moet wel beter. Ik wil dat je boven het klasgemiddelde zet. Maar, dat van mij is toch goed? Nee. Als de klas dat zo goed kan doen, kan jij dat zeker zo goed doen, hè. Kom aan, hè. Laat eens zien wat je kan. Ik weet dat je beter kan dan dit. Allee, en die commentaar. Jij gedraagt je toch in de klas? Ja, meestal wel, ja. Daar verschiet ik nu van. De volgende keer wil ik een beter rapport of de regels gaan strenger worden. En dat wil je niet, hè? Nee, mama. Ja, ik hoop het dat je best gaat doen. Ik hoop echt dat je je best gaat doen. Ik ben nu een beetje teleurgesteld, ja. Dus je weet het, volgende keer beter. En dan mag je even naar buiten gaan, maar dan gaan we eten, oké? Oké. Nummer 3.
de permissieve ouders. Deze ouders zijn zowat vage ouders. Ze hebben ook niet echt regels. Ze stellen ook geen eisen aan hun kinderen. Ze voelen zich niet echt verantwoordelijk ervoor. Bijvoorbeeld als ze schoolpunten hebben. Ze zijn ook echt niet consequent in hun regels. Want als ze regels opstellen, dan verdwijnen die bijvoorbeeld na een tijd. Vroeger wou ik echt zo'n soort ouders had. Nu ook nog. Soms. Nee, mama, papa, ik hou van jullie. Ik ben blij dat jullie mijn ouders zijn. Mama, ik heb mijn rapport gekregen. Ja, is goed. Ik ben nu naar tv aan het zien. Ja, allez, kom. Ik zal een tv even stilzetten. Allez, kom. Geef de rapportjes hier. Ja, nou, twee bazen, hè, joh. Oké. Okay. Ja, oké, okay, is goed. Maar, allez, ja. Maar, mama, je moet mijn rapport toch zien? Nee, schat, ik ga nu veel naar tv kijken, oké? Okay? Doe je ding en straks eten. Wat gaan we eten? Pizza of zo. Of frieten, we gaan weer frieten halen. Weer al. Niet zagen, gewoon nu weg, oké? Okay? Want ga ik mijn voeten uit. Dan nummer 4, de onverschillige ouders. Deze ouders interesseren zich echt geen zak in hun kinderen. Ze laten die maar doen, dat interesseert zelfs niet meer dat die naartoe gaan of zo. Ze geven hun eten in onderdak. Ze denken dat dat hun enige taak is. Ze wijzen die ook af van ga weg of zo, laat mij doen. Die hebben dus bijna geen interesse in hun kinderen. Zo'n ouders zou ik nu wel echt niet willen, want ja, dat is wel erg als je ouders niet geïnteresseerd in je zijn. Als je zo'n ouders hebt, dat is echt erg. Maar sorry dat ik er toch een video over maak. Wat, kind? Mama, ik heb mijn rapport gekregen. Wat zei je? Mijn rapport! De tv stond op, hè. Ze gaan al te zeven, jongen. Hè. Op me naar school, mijn pin drinken en naar muziek luisteren. Naar Just Classics. Oké? Okay? Maar ik heb mijn rapport gekregen. Dat kan mij niet schelen dat jij een rapport hebt gekregen. Dan moet je een rapport gewoon zien. Trek je plan? Dat kan mij echt niks schelen, hè. Zet die tv af, mama. Ik zal het geluid afzetten, oké? Okay? Daarna ja, zien. Moet ik dat niet in mijn kind? Allee, al. Hier? Maar... Allee, mama. Het abaai, dat kan mij echt geen zak schelen, hè. Laat me dat gewoon doen en op mijn tv zien, oké? Okay? Ah ja, wat gaan we eten? Eten? Ja, hé, hey, zeg maar, madame is hier de prinses of hè? Maar, ik moet toch eten hebben? Ja, gewoon frieten halen, hè, of pizza, ja. Dat kan me echt niet schelen, hè? En wat ga jij dan eten? Deze is mijn avondeten, oké? Okay? Laat me dat gewoon doen. Als je dit nu een leuke video vond, like dan zeker en deel en zeg het aan je vrienden en subscribe en al die shit maakt mij blij, oké? Okay? Dus ja, laat een reactie achter, dat maakt me allemaal super blij. Ik eet een ijsje nu omdat dat mijn keel verdooft, iets delicious. Like, druk op die duim naar beneden en goodbye. Sympathie, sneeuwwitje, jong. What the fuck? Maas, maak mee mee. Sorry, met de reclame ben ik echt kotsbeu. Did you?